Hier is hij dan. De eerste weg gemaakt van gerecycled plastic afval ter wereld op een luchthaven. De Plastic Road, wat de naam eigenlijk al zegt, maakt hem zo uniek omdat hij bestaat uit 100% gerecycled plastic. En ook nog eens gerecycled plastic afval uit onze terminal. Good morning, ladies and gentlemen. KLM, flight 2649. Schiphol heeft als ambitie om in 2030 energie-neutraal en zero waste te zijn. Om dit te bereiken wordt er continu aan innovaties gewerkt, zoals het recyclen van plastic afval. Het afval wordt verzameld in de Milieustraat onder de luchthaven. Hier wordt het plastic gesorteerd, geperst en klaargemaakt voor vervoer. PreZero is de afvalverwerker van Schiphol. Hun ambitie? Afval 100% recyclen. Een van de manieren waarop ze dit doen is door plastic afval te verwerken tot nieuwe grondstof. Dit gebeurt op de sorteer- en verwerkingslocatie. Het plastic afval van Schiphol komt binnen en wordt gescheiden met behulp van de modernste sorteerinstallaties. Vervolgens wordt het geschikte plastic materiaal klein gemaakt en verwerkt tot een zogeheten granulaatkorrel. Deze korrel is de grondstof waarmee nieuwe producten kunnen worden gemaakt, zoals plastic wegverharding. Plastic Road is onderdeel van Wavin en Volker Wessels. Samen ontwikkelen zij duurzame infrastructuur. Op de productielocatie worden de granulaatkorrels, gemaakt van het gerecyclede Schiphol-plastic, in het productiesysteem gebracht. De korrels worden volautomatisch gemengd, gesmolten en vervolgens gegoten in een speciaal ontworpen mal. De gegoten onderconstructie wordt op een nabijgelegen locatie afgewerkt. Hier wordt een dragende toplaag aangebracht, de connectors bevestigd en het geheel wordt voorzien van een slijtlaag gemaakt van steenslag. De wegelementen zijn klaar voor gebruik en hiermee is de cirkel rond, van plastic afval tot duurzame infrastructuur. Schiphol heeft al ruim 10 jaar een partnerschap met Volker Wessels Infra Schiphol. Samen met alle betrokken partners passen ze de innovatie van Plastic Road toe op de luchthaven. De pilot moet uitwijzen of dit een goed alternatief is voor wegverhardingen die normaal worden gebruikt, zoals asfalt en beton. Het eerste wat we hebben gedaan is uiteraard de oude verharding eruit gehaald, het zandbed vlak gemaakt. Nou, de elementen werden geleverd en in een ochtendje was het letterlijk één voor één de elementen neerleggen en aan elkaar klikken. En zie hier het resultaat. De speciaal ontworpen weg vangt hemelwater op, filtert het en laat het vervolgens geleidelijk de grond inzakken. Dit leidt tot een betere en natuurlijke waterhuishouding, zorgt bij hevige regenval voor een waterbuffer en draagt bij aan een verbeterde grondwaterstand. Ik ben over dit project super enthousiast. Met zoveel verschillende partners proberen we er samen een succes van te maken. Ja, en als dit lukt, dan heeft het gewoon een enorme bijdrage aan onze zero waste doelstelling van 2030.